versneld. En de start is gevallen. Snelle start van Golden Avenue, die zijn we van hem gewend als die loopt. Het zij op het gras, het zij op de gewone baan. Hij is ook nu snel weg, maar aan de binnenkant is Florijn bijna net zo snel. En die houdt er het voorbeen tussen. Florijn aan de binnenkant, buitenkant Golden Avenue. De derde plaats daarachter is voor de medefavoriet Iris de Liton. En daarachter volgt Fleur Swagerman. Het gaat hard de eerste meters door en John Dekker wil wel afgeven. Maar dan niet aan de eerste kreebas, maar aan de tweede kreebas. Dus dan moet de eerste kreebas eerst even inparkeren. Dat zal zo meteen gaan gebeuren. Daar wordt de achtervolging geleid door Africa B. En zo komen de paarden voor de tribune langs. En dan mag Iris de Liton nu wel voorbij. Tussentijd komt er zo aan. 1.12 rond. Iris de Liton neemt de leiding over. Tweede plaats is voor Florijn. Derde plaats Golden Avenue. Vierde ligt Fleur Swagerman. Vijfde is Africa B. Africa B is ook naar de binnenkant gestuurd. Daarachter ligt Konark F. Boko. Eerste paard aan de buitenkant Hasta La Vista, dan aan de binnenkant Easy Going BR. En laatste op de rug van Hasta La Vista ligt de medefavoriet Irish Steel. Paarden ronden de bocht. Gaan de rechte lijn overzijde in, 2600 meter de afstand. Straks nog een ronde. En Iris de Liton leidt en hij heeft het tempo er ietsje uitgehaald. Iris de Liton, daarachter op de tweede plek Florijn. Die wordt gevolgd door Golden Avenue. En de vraag is, komt er straks iets van achteraf? Dat zou dan Hasta La Vista kunnen zijn. Dat is de eerste deelnemer in het tweede spoor. Tussentijd 19-7. Als het gaat, dan gaat het nu. En daar komt hij inderdaad aan de buitenkant. Hasta La Vista begint wat op te schuiven. Irish Steel gaat achter hem aan. En daar weer achteraan gaat Easy Going BR. Dan is straks de laatste plaats voor Konark F. Boko. Paarden gaan de linkerbocht in. Hele rustige fase. Hetzelfde deed hij de laatste keer in Alkmaar. Hier is de Liton aan kop. En toen ging hij de laatste kilometer heel hard. Dat zal Kooijman misschien nu weer van plan zijn. Florijn volgt hem als een schaduw. Daarachter volgt dan Golden Avenue. En inmiddels uitgekomen op plaats 4 aan de buitenkant. Hasta La Vista, die ligt naast Fleur Swagerman. Irish Steel wordt mooi gebracht, maar het gaat Jaapie te langzaam. En dus gaat hij nu drie dik in de aanval. Galoppade daar zomaar van Golden Avenue. Uitgeschakeld nummer 9. 21 rond. 21 rond de tussentijd. En daar gaat ook Easy Going BR van de benen. Die wordt aangestoken door Africa B. En denkt dat is een fijne gang. Het was een kort huppeltje. En Easy Going BR kan nog een keer in de achtervolging. Zijn inmiddels in de slotronde. En het is Iris de Liton die leidt. Iris de Liton, Florijn. Dan aan de buitenkant Irish Steel. Daarachter aan de relingzijde Golden Avenue. En daarachter volgt dan de rest van het veld. Aan de buitenkant is het Hasta La Vista. Ook aan de buitenkant nu Konark F. Boko. Ze gaan hem langzaam opzoeken, Kooijman. Maar daar had hij op zitten wachten. Hij reed 19 en 21. Dan kun je erop wachten dat er iemand in de buurt komt. Maar nu gaat het een stukje harder. 11-8 de tussentijd. En het is makkelijk aan de leiding Iris de Liton. Iris de Liton, Irish Steel aan de buitenkant. Florijn aan de binnenkant krijgt een mooie koers. En datzelfde geldt voor Hasta La Vista aan de buitenkant. Easy Going BR gaat naar de buitenkant, maar springt weer weg. Uitgeschakeld, nummer 5, nummer 5 galop. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Leiding in handen van Iris de Liton. En Kooijman denkt, dit is het moment dat we meestal even wakker moeten maken. Daar begint hij dan nu maar vast mee. Aan de buitenkant zijn de proppen eruit bij Irish Steel. Iris de Liton, Irish Steel aan de buitenkant. Daarachter op de derde plaats Florijn. En daarachter wordt ook nog gesprint aan de buitenkant door Konark F. Boko. Zijn in de laatste meters. En Iris de Liton is geklopt aan de buitenkant door Irish Steel. Daar komt heel hard aan Konark F. Boko. Weer die Misha Brouwer, maar nu is hij een keer net te laat. Hij wordt derde. Winnaar is Irish Steel, tweede plek aan de relingzijde. Dat was Iris de Liton en de derde plaats daarachter, Konark F. Boko.